Voor een voor delict? Echt waar. Ik heb er 2 dagen in gezeten, omdat ik met een illegale radiozender zou hebben gespeeld. Oh, je was zo'n piraat. Dat was helemaal niet waar. Ik ben helemaal geen radioman, dus echt complete onzin. Gewoon fake nieuws. Ja. Wat doet het eigenlijk met je als je lange tijd achter de tralies zit? Dat kan ik je ook vertellen. Ik werd daar na een paar uur helemaal gek van. Oh, echt? Ja, er hingen tralies. En het was, toen hadden we in Soest nog een gevangenis. En ik merkte dat ik na een paar uur met mijn handen aan de tralies ging hangen om maar even naar buiten te kunnen kijken. Dat is heel raar, maar ik zal dat niet snel vergeten. Raar, hè? Ja. Heb jij wel eens? Nee, ik heb wel een keer voor bureau HALT gewerkt. Zo'n werkstraf. Vroeger vuurwerk afgestoken. Maar goed, dat zit het niks bij wat Dwight van der Vijver heeft ontmoet in zijn nieuwe serie. Want wat doet het als je eigenlijk lange tijd achter de tralies zit? En hoe pak je je leven weer op als je dan in een gevangenis gezeten hebt? Dwight van der Vijver praat in het nieuwe EO-TV-programma Uit de Bak met ex-gedetineerden over hoe het is om weer op vrije voeten te staan. Doe het van normaal. Ik heb haar niet om het leven gebracht. We hebben het niet gedaan. Wat doet het met je als je voor langere tijd achter de tralies verdwijnt? 4,5 jaar. Ik heb opgegroeid in een gevangenis. Waar ligt het toch aan dat deze groep zo moeilijk integreert? Strafblad, je hebt geen geld meer. Hoe vrij ben je eigenlijk als je hebt vastgezeten? Dan zie je dat poppetje in een huisje veranderen. Krijgt een ex-gedetineerde nog een tweede kans? Wat maakt dan dat je dat nu niet meer gaat doen? Ik wil het niet meer. Dwight van de Vijver in Uit de Bak. Ja, en Dwight is hier. Tenminste, we spreken op afstand, maar ik zie jullie wel. Je bent samen met voormalige gedetineerde Joe Marley. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. 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 Gebroedelijk naast elkaar als voormalig politieman en ex-gedetineerde. Het kan verkeren. Dwight, ik vroeg me af, ben je eigenlijk in deze serie mensen tegengekomen die uit de bak zijn gekomen die je zelf nog hebt opgepakt? Nou, dat zou eigenlijk meer een beetje een verrassetje zijn. Want de mensen die jullie hebben gezien, die ik volg, die kende ik nog niet voordat het programma begon. Maar er is wel iemand voorbij gekomen die ik zelf meerdere malen heb opgepakt. En die ik ook in deze serie tegenkom. Maar dat is een, dat gaan jullie vanzelf wel zien. Denk dat is de verrassing die je bij deze al hebt weggegeven. Oh, een beetje wel, ja. Maar hoe was dat om dat te doen? Even voordat we over je andere ervaringen gaan praten. Nou, dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat vlak voordat ik wegging bij de politie kreeg ik ineens een bericht van hem. Dat hij inmiddels wat ouder was, vader was geworden. Hmm. En dat hij op het rechte pad wilde blijven, maar dat het soms ook moeilijk was. En toen dacht ik, nou weet je wat, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Meestal kat en muis, meestal ik achter jou aan. Laat ik het eens een kans geven. Ja. En dat is eigenlijk best wel mooi. Mooi, mooi, goed te horen. Jij bent inmiddels actief als presentator bij de EO. Dus zo'n programma als dit ligt niet heel ver van jou vandaan. Was dat altijd al een idee van jou? Van ik wil eens weten hoe het gaat als je uit de bak komt? Ik ben ook wijkagent geweest 6,5 jaar. En ik vond het sowieso interessant om met deze doelgroep te werken. Want het is natuurlijk een utopie om te denken dat als je alleen maar boeven vangt, dat daarmee je wijk veiliger wordt. Mm-hmm. Iemand kan 6 weken of 6 maanden of 6 jaar in de gevangenis zitten, maar ze komen altijd terug. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. Of het gaat niet goed. Men vervalt in criminaliteit. En het worden negatieve rolmodellen voor jonge jeugd. Of mensen blijven op het rechte pad of komen op het rechte pad en kunnen misschien positieve rolmodellen worden. En zo voorkomen we ook slachtoffers. Mm-hmm. Voordat we naar Joe Marley gaan, ben ik nog wel benieuwd wat je het meest is opgevallen als je al die verhalen op een rij zet van de mensen die je gesproken hebt in deze serie. Nou, wat ik heel mooi vind, ik zie wel een overeenkomst dat mensen echt, die hebben een bagage, die hebben heel veel meegemaakt in hun leven, maar daardoor komt er ook heel veel wijsheid. En mensen vinden het soms spannend om met iemand om te gaan die uit de gevangenis komt. Maar als je heel goed naar mensen luistert, dan zit daar zoveel levenservaring. Als Joe Marley met mij praat, dan ga ik ook naar huis met wow, ik heb echt iets om over na te denken, snap je? Dus dat zie ik uiteindelijk bij iedereen en dat vind ik mooi. Ja. Joe Marley, hoe is het? Hey, goed, heel goed. Met jou? Ja, uitstekend. Dankjewel. Leuk dat we even met elkaar kunnen praten. Hoe lang ben je inmiddels op vrije voeten? Ik denk ongeveer een jaar, als ik het goed heb. Ja. En, dagen, ik heb zo lang gezeten dat ik heb geleerd om die dagen en maanden niet bij te houden. Echt waar? Maar dus je weet niet meer welke dag je vrij kwam ook? Welke datum het was? Dat was april. April, ergens in april. 1 april. van het afgelopen jaar dus. Dus je gaat richting een jaar. Ja, ben je
Ben je erg veranderd? Inderdaad, wat we net Dwight al hoorden zeggen. Ben jij inderdaad heel erg veranderd? Ik denk, ik ben veranderd, ja en nee. Ik ben veranderd, ik ben wijzer geworden met wie ik omgaat. Ik ben, ik denk 10, 15 keer sneller voordat ik wat doe. Maar de goede persoon die ik was ook toen voordat ik kwam vast te zitten. En al die dingen dat ik heb gedaan voordat ik kwam vast te zitten. Die dingen zijn niet veranderd. Ik ben gewoon dezelfde persoon. Ja. Alleen ben ik wijzer geworden. Ja, je denkt langer na voordat je iets doet. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Kan je vertellen waarvoor je vast hebt gezeten? Ik heb vastgezeten voor een woning invasion, volgens mij. Hebben ze het zo uitgelegd. En daarbij was één moord en één poging tot doodslag toegerekend. Ja, dus heftig. Maar uiteindelijk werd ik alleen veroordeeld voor poging tot doodslag. Dus okay. Die moord niet. En hoe lang heb je precies gezeten? Ik heb ongeveer in totaal 13 jaar vastgezeten. En voor de laatste zaak heb ik 5 jaar vastgezeten. Zo, dat is een behoorlijke tijd, hè? Zeker. We zien in de serie, Joe Marley, dat jij dan uit die poort komt lopen met je tas in je handen. Dat is Robert. Robert. Ja, je hebt natuurlijk meer gevolgd. Ja. Maar dat is dan een vraag voor jou, Dwight. Wat voor persoon tref je dan aan? Want dat lijkt me zo'n... Voor de gedetineerden, ex-gedetineerden op dat moment... lijkt me het merkwaardig dat dat moment dan aanbreekt. Sta je in één keer buiten de poort als vrij mens. Ja. Maar jij spreekt iemand die 1 seconde daarvoor nog in de bak zat, zou ik maar zeggen. Ja, het was voor ons allebei spannend. Mijn hartslag ging ook tekeer. Want ik ben dan de eerste die ziet als hij buiten de poort komt. En dat is toch spannend? Ook nog een ex-politieman. En je bracht hem naar zijn moeder. Dus je zag, ja, maar eigenlijk je zag hem eerder dan zijn moeder. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk was het heel mooi. Omdat hij echt op dat moment zei... ik wil gewoon van mijn vrijheid genieten. Ik voel nu de wind op mijn gezicht. En dat is eigenlijk al fijn. Hmm. En dat is zoiets kleins. Maar het was echt gewoon heel puur op dat moment. En ja... We waren ook heel relaxed met elkaar. Zeiden, oké man, wat wil je doen? Laten we in die auto stappen en wegrijden van dit gebouw. En ik zei nog weer nog wat zeggen tegen het gebouw. Hij keek en hij zei, ik wil het gebouw nooit meer zien. En ik zei nog van de binnenkant, nee, ook niet van de buitenkant. Let's go. En het was gewoon gaan. Maar het opmerkelijke was natuurlijk ook dat hij op een gegeven moment een bosje bloemen gaat halen en wil betalen. En dan heel onzeker wordt over het feit of hij het wel goed doet. En niet dat hij niet kon betalen, maar of hij wel weet hoe hij moet betalen. En dat soort zaken. Het was een beetje ongemakkelijk. En dan snap ik wel, en dan komen we bij Jo Marley uit... dat je soms ook wel even terug kan verlangen... bijvoorbeeld weer naar de gevangenis. Daar hebben we een fragmentje van. Zeg je eerlijk, is ook even wennen. Zou ik even wennen. En misschien gaat dit gek klinken. Maar soms ik mis binnen ook. Je hebt geen zorgen. En binnen heeft me zo sterk gemaakt dat ik heb geleerd om echt alleen te zijn. Heel veel mensen zijn bang om alleen te zijn. Ik ben niet bang om alleen te zijn. Ja, Jo Marley, dit zegt het eigenlijk allemaal, hè? Ja. Over hoe moeilijk het is om weer je weg te vinden. Ja, ik denk het hangt van de persoon af. Hoe snel en hoe moeilijk het is om je weg te vinden. En ik heb best wel heel snel mijn weg gevonden. Maar wat ik bedoelde daar is gewoon dat soms binnen heb je gewoon minder zorgen. En ik ben naar hier toegekomen met geen familie, helemaal niemand. En ik, hier heb ik echt geleerd om alleen te zijn. En dat is best prettig soms. Wat bedoel je, wat is hier? Hier in Nederland. Hier in Nederland, want je komt van Sint Maarten. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en daar woont iedereen nog die je kent. Komen we zo nog wel eventjes op terug. Dwight, was het voor jou niet gek om te horen? Dat iemand naar buiten komt, de gevangenis uit kan... en dan, kwam en dan zegt van, ja, ik mis daar toch eigenlijk ook wel iets? Nou, aan de ene kant niet. Kijk, er wordt wel eens gesproken over detentieschade. Je bent best wel lang uit de samenleving. En in Roberts geval... dacht ik, er is niks aan de hand, we kopen gewoon bloemen. Maar toen we buiten stonden, zei hij van... joh, alles ging zo snel en ik heb zo lang niet gewoon simpel... gewoon betaald met mijn eigen geld.
Dus die kloof is heel groot geworden met de samenleving. En als politieagent heb ik ook jonge gasten bezocht die dan een jaar moesten zitten. Jongens uit mijn wijk. En dan waren ze gewoon blij dat ze daar een joggingpak hadden gehad en slippers en een tafeltennistoernooi mochten spelen. En dan vond ik dat gewoon triest. Van joh, je eigen omgeving geeft dit je misschien niet. En in de gevangenis heb je wel een tafeltennistoernooi waar je gewoon naar uitkijkt. En een zakje chips dat je krijgt, weet je. En een aai over de bol van iemand. Dan denk ik, ja, eigenlijk vind ik het gewoon triest dat je dat gewoon in je dagelijkse leven niet hebt. En dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. Is dat ook, Joe Marley, waar, als je weet op een gegeven moment dat je vrijkomt op een bepaalde datum. Is dat ook waar je zenuwachtig van werd, kort voordat je eruit ging? Van hoe dan kom ik dat leven buiten de gevangenis weer, moet ik weer betreden? Hoe ga ik dat doen? Bij mij, ik moet je eerlijk zeggen, bij mij, ik had geen zorgen toen ik zou buiten komen. Ik was best wel blij. En want ik weet, ik pak mezelf altijd snel op. Maar alleen, de grappige ervan is dat binnen word je gemotiveerd om alles te voorbereiden voor de buitenwereld. Dus je gaat naar RIC en dan ga je voor een woning je gaat voor een woning inschrijven. Aha. Je gaat alvast solliciteren, je sollicitatie dinges maken. En ik had werk voordat ik ben buitengekomen. En juist door die directeur van de gevangenis werd dat tegengehouden. Ik mocht daar niet werken. Tegengewerkt. Ik mocht daar niet werken van hem. Ook geen goede reden. En ik vond dat best wel bijzonder. Want ze motiveren je om naar buiten te komen. En alvast te solliciteren. En alvast een baan te hebben voordat je naar buiten komt. Mm-hmm. En dan doe ik dat. En is het ook weer niet goed. En ik werd door alles en nog wat tegengehouden door de directeur. dat ik kwam uit in mijn pp. En dus nog enkel band had en nog onder de regels van de gevangenis. Mm-hmm. Dus het werd me best heel, heel, heel moeilijk gemaakt. En ik denk gewoon dat als de reclassering in Nederland had meer te zeggen over dit, dan ik denk dat je kreeg minder terugkerende gevangenen naar de gevangenis. Ja, dat gaat dus niet zo soepel als wij allemaal denken. Dat wordt wel duidelijk door jouw verhaal. Het gaat dus om werk krijgen als je eruit komt, een woning krijgen. Maar volgens mij had jij ook een hele belangrijke missie, namelijk jouw familie weer zien, toch? Ja, ja. Zeker. Waarvan je net al zei, die allemaal op Sint Maarten zijn. Ja, ja. Dat was mijn nummer één doel, ja. Ja, en dat gebeurde ook, maar de aanleiding daarvoor dat je daar naartoe ging was eigenlijk heel triest, hè? Ja, dat was dat had ik niet verwacht dat na 13 jaar ik zou teruggaan naar Sint Maarten om een broer en een soort vaderfiguur om te begraven. Ja, een beste vriend van jou eigenlijk, toch? Ja. En je noemt hem broer, dat is mooi. Ja, zeker, zeker. Ik zie hem niet anders. Ik zie hem niet anders dan als een broer. Want over wie gaat dit? Hoe oud is jouw, wat je zegt, broer geworden? Dit gaat over Jason Peterson. Hij was 37 jaar oud. En hij was eigenlijk een idool van de hele buurt en eigenlijk van heel veel mensen op Sint Maarten. Was een goede man. En die heeft iedereen geholpen, die buurt geholpen, kinderen in de buurt geholpen. En hij was er altijd voor je. En voor mij nog meer. En normaal als je vastzit, als je komt vast te zitten, mensen vergeten je best vaak. Mensen, ze vergeten je. Ze haalt je gewoon uit hun leven. Dan ben je niks meer. Maar Jason heeft altijd mijn naam hoog gehouden. En heeft altijd naar mijn vader toegegaan. En voor mijn familie gezorgd. En geld naar mij gestuurd. Zonder dat ik heb gevraagd. En ik vind dat gewoon priceless. Ja. Jij hebt ook iets heel speciaals gedaan om zijn naam hoog te houden. Je hebt namelijk een lied gemaakt over jouw leven met je beste vriend. En wij hebben bedacht, Joe Marley, dat nummer was zo prachtig, is zo prachtig, dat we dat gaan draaien. Vind je dat een goed idee? Oh, dat is echt... Nou, zet die koptelefoon hard, komt die aan. Dankjewel.
If I would have known that you wouldn't be here anymore, I would have made the moments last a little longer. 'Cause now I'm alone, and you're just a memory in my mind. I would have given anything to say goodbye. My big bro, the general, Jay. 21 gun salute, I'll see you soon on the other side. If I would have known, if I would have known, I'd have broke the road and come home sooner. I'd have blocked the door and had the keys to I'd hold you tight and not let go. If I knew it would have been your last ride. If I would have known that you wouldn't be here anymore, I would have made the moments last a little longer. 'Cause now I'm alone, and you're just a memory in my mind. I would have given anything to say goodbye. My big bro, If I Would Have Known, heet het nummer. Hoe is het om te horen, Jomarli? Dit wordt niet oud. Het wordt niet oud voor mij. Dit is de eerste liedjes die ik heb gemaakt dat ik kan de hele dag aan horen. Normaal heb ik dat niet met mijn liedjes. Nou, wij waren zwaar onder de indruk toen we het linkje aanklikten. Heel veel bedankt. We zagen hem niet als zodanig aankomen. En ik sluit niet uit dat we hem nog een keer gaan draaien langs de lijn omstreken. Dat zou heel vet zijn. Want wij waren ook allemaal natuurlijk super positief verrast. Ik hoorde wel eens jongens zeggen, die hadden vastgezeten, ja, ik doe iets met muziek, dit en dat. Maar dit was gewoon next level. Ook voor ons als crew, weet je. Voor iedereen. Maar ook dikke respect voor hem. Hij heeft gewoon heel veel talent. En het is heel mooi als iemand destructieve energie kan omzetten in creatieve energie. Want dat is echt een ticket naar misschien wel een beter leven. Ja, want dat wil je ook, hè? Jomarli, je wil hier absoluut in door. Volgens mij zouden wij ook adviseren om hier vooral in door te gaan zien wat je, als je net hebt laten horen. Maar zit er een cd in? Heb je al contacten? Kan je al in de toekomst kijken wat muziek betreft? Of is het allemaal nog heel pril? Ik kan niet in de toekomst kijken. Niemand kan in de toekomst kijken, denk ik. Maar ik heb een hele toffe producer, Mihai Piskau. Is dat die jongen die we ook in de uitzending hebben gezien? Ja, zeker. Hij is een hele, hele talentvol man. En hij heeft heel veel grote dingen gedaan. Met heel veel grote artiesten in Amerika en Nederland al gedaan. En ik heb gewoon alle vertrouwen in hem. En ja, we maken gewoon magie. En ik wacht gewoon daarop en kijk waar het naartoe leidt. En ik ga ervoor gewoon deze keer. Ik heb vaker voor gegaan. Maar niet maar alles gegeven, net als nu. En dat ga ik nu doen. Speciaal voor Jason en mijn familie. Want als je je ogen dicht doet, wat is dan je droom? Mijn droom is toch, net als met deze liedje, voor mensen te kunnen zijn. En zodat ze mijn pijn, ik weet niet hoe je moet het uitleggen. Maar bijvoorbeeld, ik kwam erachter dat heel veel mensen hebben reels gemaakt.
van een hond die is overleden. Of iemand die is dichtbij, die is overleden. Mm-hmm. En hij heeft deze liedje gebruikt. En dat vond ik zo mooi. En als ik kan mensen ondersteunen met mijn muziek en daarvoor ze zijn door mijn muziek, dat zal mij heel veel helpen. En als ik jongeren kan helpen om te voorkomen, om in mijn voetstappen te volgen van de gevangenisleven, dat wil ik graag doen. Dat door mijn verhaal voorkomen ze de bias. Dat ze in de bias terechtkomen. Ja. Nou, als Dwight, als we dan zeggen in Nederland, ons uitgangspunt is iedereen verdient een tweede kans, dan komt dat hier wel goed, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ja. Mooi. Mag ik jullie hartelijk danken, Dwight van der Vijver en Joe Marley. De eerste aflevering van Uit de Bak is donderdagavond te zien om 9 uur bij de EO op NPO 3. NPO Radio 1. Ja, het is iets over 9:30. Clemens Peters is hier met het NOS.